Over Nederland gesproken, Nederland is high risk, super high risk. Ik heb een persoonlijke mening daarvoor. We moeten die vluchten van Nederland gaan stopzetten. Want het is een hoog risicoland. We hebben al binnen 3,5 week al 7 positieve uit Nederland. Goedenavond. In dit COVID-19 journaal geven we extra aandacht aan het verhoogde risico op vluchten uit Nederland en de opvang van de binnengekomen reizigers. Dit is aflevering 66 van het COVID-19 journaal. Moeten we vanwege het feit dat we de voorbije 3 weken in Suriname 7 positief geteste mensen hebben binnengekregen, de vluchten uit Nederland stopzetten? Moet Suriname door de hoge besmettingsgraad in Nederland niet op slot voor deze reizigers? Het zijn enkele belangrijke vragen die Rajesh Ori, waarnemend directeur van het BOG, opwerpt en graag heel snel beantwoord ziet. BOG doet de coördinatie rond de opvang van repatrianten uit Nederland en de reis naar Suriname begint met een dispensatiebrief die weken voor de reis naar Suriname wordt aangevraagd. Bij aankomst op de luchthaven screent Port Health namens het BOG alle binnenkomende passagiers en neemt ook persoonsgegevens op voor het verdere contact. Eerlijk gezegd vergen met name passagiers uit Nederland wel wat extra inspanning van onze Port Health om ze vooralsnog zo ver te krijgen de verplichte quarantaine goed te regelen. De klachten lopen uiteen, zegt Ori, topman van het BOG. We moeten volgens hem ook leren uit de Nederlandse ervaring dat na versoepeling van de maatregelen daar een tweede grote COVID-19-golf is begonnen. Over de repatrianten gesproken, het BOG coördineert de komst van de repatrianten in die zin van er zijn mensen die dispensatie vragen en dat eigenlijk die dispensaties moeten 10 dagen van tevoren opgestuurd worden. Er zijn speciaal e-mailadres daarvoor, quarantainehotel@gmail.com, en die worden dan beoordeeld en ook teruggecommuniceerd. Als de mensen binnenkomen, worden de mensen op de luchthaven door Port Health, dus ook van het BOG, gescreend, waarbij ze dan een in-quarantainebrief invullen en akkoord gaan dat ze in quarantaine gaan en dat er ook sancties kunnen zijn als zij zich niet houden aan de quarantaineregels. Ook nog dat zij een passenger locator form invullen waarbij ze hun gegevens doorgeven, hun naam en hun adres en hun telefoonnummer. Evenwel moet ik zeggen dat die formulieren wij gebruiken om de passagiers thuis op te bellen of als zij hotels zijn op te bellen om de follow-up, om te vragen hoe het met ze gaat. Er komen wel gevallen voor waarbij ze een nummer opgeven waarbij we niemand kunnen bereiken of een verkeerd nummer. Dat gebeurt ook. Wat we hebben gezien is dat er een heleboel gedoe is met die passagiers uit Nederland. Ik moet wel erbij zeggen dat met Miami en Belém zijn we al langer bezig met hetzelfde, dat iedereen in quarantaine moet, hebben we geen problemen. Bij de passagiers uit Nederland heb je dat ze een reservering moeten hebben, een hotelreservering. Of we zeggen nu ook dat ze dan in thuisquarantaine zouden kunnen, maar dan met bewaking. Want met hotelreservering hebben we gezien dat er ook een heleboel constructies zijn. De mensen hebben reservering, maar ze willen niet betalen. En wat ga je dan doen? Je kan die mensen niet ongecontroleerd naar huis laten gaan. Je hebt anderen die dan misschien voor 2 dagen betalen en ze hebben geen geld meer om te betalen. Dus vandaar dat er ook een mogelijkheid is voor thuisquarantaine en die daarbij moet men eigenlijk van tevoren dat aanvragen. Hoewel komt het vaker voor dat op de airport ze aangeven dat ze dat niet gaan kunnen doen. Er zijn dan securitybedrijven die dan de bewaking doen, dat de mensen thuis blijven. We kregen nu ook klachten dat dat ook niet goed verloopt. Dat ze personen zijn misschien vrijdag gekomen en gisteren maandag nog hebben we klachten dat ze nooit een securitybedrijf thuis hebben gezien. Of dat ze niet hebben gemerkt dat ze aan het securitybedrijf thuis is voor controle. Over Nederland gesproken, Nederland is high risk, super high risk. Ik heb een persoonlijke mening daarvoor. We moeten die vluchten van Nederland gaan stopzetten. Want het is een hoog risicoland. We hebben al binnen 3,5 week al 7 positieve uit Nederland. Als we terug gaan kijken, in die hele periode van bijna 6 maanden hebben we maar 3 positieve gehad uit Nederland. We hebben in 3,5 week al 7 positieve. Wat wij niet willen hebben is een tweede golf. COVID is er, COVID gaat niet weg. Wat je kan doen, je kan voorkomen dat je een tweede golf krijgt. Kijken wat je kan doen om dat te voorkomen. Een van die dingen is dat we personen uit hoogrisicolanden moeten gecontroleerd binnen laten komen. Of als dat niet goed
gedaan kan worden, als we niet de controle niet goed kunnen doen, dan moet je een persoon niet laten komen. En bij Nederland, ik kan niet zeggen, het lukt niet zo goed om controle te doen. Mensen komen en de volgende dag zijn ze op straat. Er zijn een heleboel die zich aan de regels houden, maar je hebt ook een aantal die zich gewoon aan niks houden. En dat is een hoog risico voor ons. Ik hoop niet dat er wordt gewacht totdat we tweede golf hebben om een besluit te nemen. Maar voor mij was het liever een besluit al vorige week dan nu. Want als grote landen zelf de grens met Nederland hebben gesloten, moeten wij ook daarna gaan kijken. Nederland is ook niet in lockdown. Ik heb begrepen dat er vrijdag nog een vlucht is. Is een hoog risico in vergelijking met de passagiers die komen uit Belém en Miami. Daarbij krijgen we heel weinig mensen die komen naar Suriname. Uit Nederland krijgen sommige vluchten zelfs 300 man in één vlucht. En dat is een heleboel. En in een week, als je twee vluchten hebt, kan je soms op 500 man komen. En dat lijkt niet makkelijk. Er is een heleboel werk, er is een heleboel soms ook chaos op de airport. Zoveel moet er gedaan worden om de mensen binnen te krijgen, om te reguleren. Maar dat bleek achteraf dat het ook niet voor 100% waterdicht is. We moeten echt erover nadenken. Er moet nagedacht worden. Ik heb een uitgesproken mening wat dat betreft. Stopzetten die vluchten verlopen. En dan kunnen ze zeggen, ja, maar de toerisme sector is zwaar. Het was zwaar voor de vliegmaatschappij, klopt. Maar als we weer in de total lockdown gaan, kunnen we erop voorbereid zijn dat niet alleen de toerisme sector de hele economie eraan gaat. Want dat gaat nog erger zijn. Want wat we zien in de andere landen, een heleboel mensen zijn covid-moe. Ze zijn niet alleen de medici dat ze moe zijn, maar ook de mensen van zoveel lockdown, zoveel regels. En om in de tweede fase te gaan kijken wat in Nederland gebeurt. Ze vinden van nee, het is niet nodig. Ze willen niet. Mensen willen niet meewerken. We moeten oppassen dat we dat hier ook niet gaan krijgen. Want heel Europa heeft een tweede golf en het blijkt dat het erger is dan de eerste golf. Wij moeten voorkomen dat we dat krijgen. Of we moeten proberen dat zo lang mogelijk uit te stellen. Dat hebben we gedaan in de eerste fase. Om zo lang mogelijk uit te stellen. We hebben toen wel een golf gehad. Maar we moeten oppassen. We moeten heel voorzichtig zijn hiermee. Wie Suriname op de airport binnenkomt, wordt als eerst door de epidemioloog geïnspecteerd. Maar er komt nog het een en ander bij kijken. De mensen die dus het land al binnen zijn gekomen, worden door afdeling epidemiologie gevolgd. Dat is dus een telefonische monitoring. En mocht het nodig zijn dat er een arts fysiek moet gaan checken als alles goed is met iemand, dan gebeurt dat ook. Er is dus een samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van TCT. De mensen moeten dus vooraf registreren. En die lijst wordt dus ook met BOG afgestemd. En zo komen we dus op de finale passagierslijst van de mensen die aan boord mogen. Bij aankomst blijft de screening van Port Health in principe hetzelfde. Het enige verschil is nu dat we dus gaan letten op de COVID-testen, dat het wel gaat om de PCR-test en niet om sneltesten. Dat de mensen een quarantainelocatie hebben. Dat ze een reisverzekering hebben die dus COVID ook dekt. Want mochten ze ziek worden, dat we zeker zijn dat die kosten gedekt zijn. En er worden ook samen met NCCR en luchthavenbeheer op de airport gelet dat men werkelijk zich houdt aan de voorwaarden bij vertrek van de airport uit. Vanaf de airport is voor de reizigers de quarantainefaciliteit de volgende stop. De quarantaineplekken, de meest bekende zijn dus de Shatta hotels. Maar er kunnen dus ook andere hotels die ingezet willen worden voor quarantaine. Kunnen dus ook daarvoor toestemming krijgen nadat ze zijn gekeurd door het BOG. Er wordt dus een verzoek ingediend bij de directeur. En dan hebben we dus een team dat de hotels gaat inspecteren om te kijken voldoen ze aan een quarantainelocatie. Hoe zit het met sanitatie en hygiëne? Is er voldoende ruimte voor de mensen om frisse lucht te kunnen happen af en toe? Want het is niet de bedoeling dat men gedurende de gehele quarantaineperiode in een kamer opgesloten zit. De regering heeft onlangs besloten de coördinatie bij het vinden van accommodaties waar reizigers na aankomst in ons land in quarantaine gaan, te leggen in de handen van de Shatta, de belangenorganisatie voor het toerisme en hotelwezen. De rol van Shatta binnen deze pandemie in Suriname is dat wij de coördinatie op ons hebben genomen om de overheid te helpen met het inventariseren van de accommodaties. Elke accommodatie die zich wil opgeven om als quarantainefaciliteit op te treden, mag ons e-mailen of contacten.
Al ben je lid, al ben je geen lid, we staan open voor alles, we staan open voor een samenwerking. Alleen zodat de coördinatie vanuit één punt kan gaan en zodat er duidelijke richtlijnen worden gegeven en dat iedereen zich aan één richtlijn houdt. Sinds de aanscherping van de regels op vluchten uit met name Nederland gaat het hoofdzakelijk om repatrianten, ofwel mensen die hier in Suriname wonen en werken. Afgesproken is dat alleen met een hotelboeking ten behoeve van de verplichte quarantaine het deze personen is toegestaan een vlucht te boeken naar ons land. Voor de opvang van binnenkomende reizigers bestaan nu 24 accommodaties die samen goed zijn voor 798 quarantaineplekken. Momenteel zijn er 15 accommodaties ter beschikking en die sinds kort zijn er 9 aanmeldingen erbij gekomen. Totaal hebben 798 accommodatieplekken aan kamers ter beschikking. Er zijn 24 quarantaineplekken ter beschikking en we kunnen ongeveer 800 personen accommoderen. Er zijn diverse pakketten. We kunnen eigenlijk beginnen met de simpele. En dat is een kamer alleen, zonder ontbijt, zonder eventuele extra's. En als u dan meer wil, kan het met ontbijt, met lunch en met diner genomen worden. De gast kan eigenlijk aan de hand van de diverse prijzen kiezen waarvoor hij wilt gaan. Wat inmiddels ook duidelijk wordt, is dat deze repatrianten nogal divers reageren op de verplichte quarantaine. Ja, hoe het gaat met de repatrianten. De een is natuurlijk, heeft het geaccepteerd dat ze 10 dagen in quarantaine zijn. En voor de ander is het heel moeilijk om 10 dagen maal een x-bedrag uit te geven. Tijdens de quarantaine, tijdens het quarantaineverblijf vragen ze toch aan voor thuisquarantaine. Soms krijgt een deel het, soms niet. Dus het is heel divers. Het is moeilijk om uit te leggen, maar de een is er totaal niet blij mee en de ander heeft het geaccepteerd. Uiteraard is ook gedacht aan de veiligheid van hotelpersoneel, dat deze bijzondere hotelgasten bedient. Het is allemaal goed geregeld in de voorschriften die terug te vinden zijn in de COVID-19 bedrijfsprotocollen. De meeste accommodaties hebben al ervaring met de quarantainefaciliteit. En iedereen heeft ook protocollen gehad van de regering. En wij proberen door middel van onze markeringen, onze handen sanitizen, ons mondkapje op, proberen wij onszelf te beschermen. Ook voor de quarantainegasten zijn er diverse regels. Dat de kamers op dat moment dat de gasten in de kamers zijn, de kamers niet worden schoongemaakt. De gasten mogen niet ongevraagd uit de kamers. Linnen wordt voor de deur geplaatst op een stoel of op een tafel. Het eten wordt ook op een tafel geplaatst. En vuile linnen, afval wordt ook geplaatst buiten, zodat wij dat op gezette tijden kunnen ophalen. De boodschap vanuit Shata, wij verzoeken u om u aan de regels te houden. Mondkapje op, social distancing, handen wassen. En als u in thuisquarantaine zit, vragen wij u ook, blijft u alstublieft thuis. Gaat u niet op straat, gaat u niet even een boodschapje doen of naar de apotheek. Omdat u ook in thuisquarantaine zit voor de veiligheid van uw familie, van uw vrienden en van de andere mensen. Stay safe, zou ik zeggen. En het komt allemaal wel goed. De Pan American Health Organization, PAHO, heeft een donatie van 20 zuurstofconcentrators gedaan aan het ministerie van Volksgezondheid. Deze schenking vond plaats op maandag 12 oktober in het gebouw van het bedrijf Geneesmiddelen voor Seling Suriname, BGVS. Minister Amar Ramadin van Volksgezondheid sprak ook zijn dank uit aan het adres van de PAHO, die regelmatig ondersteuning biedt aan Suriname en het ministerie. Verder zei de bewindsman dat de laatste tijd het gebrek aan zuurstof vaker een probleem is geweest in verschillende ziekenhuizen. Het aantal zuurstofbehoeftige patiënten is groot en met deze apparaten kan in ieder geval enige verlichting komen. Het komt allemaal wel goed. Alleen als we niet verslappen in de naleving van de COVID-19-regels en steeds weer de juiste houding aan de dag leggen op het werk, op school, thuis en over straat, maar ook in kantoren, sportscholen en winkels en de quarantainelocaties. Maar het belangrijkste is de juiste houding in je hoofd. Laten we ons verstand gebruiken en doen wat we moeten doen om COVID-19 te verslaan.